Voorzitter, over de duiding van de cijfers die in het EO-programma werden gepresenteerd is wat discussie geweest. Echter, dat ongeveer 1% van de gevallen van kindermishandeling tot strafrechtelijke vervolging leidt, is te alle tijden onacceptabel. Het staat in schril contrast met het stoere actieprogramma Kinderen Veilig, dat eind 2011 werd gepresenteerd. Het beleid faalt. Mooie actieprogramma's, ten spijt. We stellen ook vraagtekens aan de voorkant bij het aantal meldingen. Nog altijd pleiten wij voor een meldplicht als laatste stap in de meldcode. Hoe kijken de minister en de staatssecretaris daar nu tegenaan? Er is nog iets waar ik de vinger niet achter krijg. En dat is de doeltreffendheid van het functioneren van het AMK. Ze kunnen na een melding overgaan tot overdragen aan hulpverlening, overdragen aan de Raad voor de Kinderbescherming of aangifte bij politie. Heel specifiek heb ik 4 vragen over het AMK naar aanleiding van een jaaroverzicht. Wat gebeurde er met de 3890 gevallen dat mishandeling niet werd bevestigd? Het AMK geeft aan dat ze dan wel volgen, maar is volgen dan niet hetzelfde als niets doen? Een ander getal, wat gebeurde er in de 2702 gevallen dat de mishandeling was beëindigd? Voorzitter, ik kan me zo voorstellen dat mishandeling kan eindigen, maar ik kan me ook voorstellen dat je dan niet ook zomaar stopt met bijvoorbeeld strafrechtelijke vervolging in het geval van zware mishandeling. Wat gebeurt er in die gevallen? Voorzitter, nog een getal. De 4 gevallen van overlijden na mishandeling, hebben die allemaal tot strafrechtelijke vervolging geleid? En dan ook de 20 gevallen die bij afsluiting van onderzoek op meisjesbesnijdenis duiden. Hebben die geleid tot strafrechtelijke vervolging? En delen de minister en staatssecretaris de mening dat in deze gevallen na het uitzitten van de straf overgegaan moet worden tot denaturalisatie en uitzetten? Voorzitter, ik denk dat het goed is om het functioneren van het AMK door te lichten, gezien zij de schakel zijn tussen de meldingen, aangifte, strafzaken en veroordelingen. Zijn de minister en staatssecretaris daartoe bereid? Ook komen we hier weer op de dossiervorming. Ook hier moet die verbeterd worden. En fijn dat de minister en staatssecretaris 2 miljoen extra vrijmaken voor forensisch onderzoek. We spraken er al een paar keer over. Maar is dat wel genoeg? Hoeveel zaken gaat het om? En hoeveel zaken zouden er wenselijkerwijs onderzocht moeten worden? En hoeveel kost dan zo'n traject gemiddeld? En is dan 2 miljoen euro wel genoeg? Kunnen we daar duidelijkheid over krijgen? En tot slot, voorzitter, hoe verhoudt dit alles zich tot het stoppen van de financiering van de niet-oorspronkelijke doodsoorzaak? Voorzitter, zijn de minister en staatssecretaris bereid deze bezuiniging terug te draaien? Dank u wel. Voorzitter, we weten allemaal dat aan de lopende band meisjesbesnijdenis plaatsvindt. Kleine meisjes, 5 jaar oud, die van hun genitaliën worden beroofd. En als dat blijkt dat in 1 jaar tijd dat slechts 1 maal tot strafvervolging en een veroordeling leidt, dan toont dat aan dat de hele keten van jeugdhulpverlening dat doet en faalt. En ik vind ook dat het aantoont in het debat van vanavond dat het hele systeem faalt. En dan kunnen we stoere programma's hebben, taskforces, actieplannen. Maar er verandert dus niets. En voorzitter, ik hoop dat mijn partij zo groot mag worden dat wij plaats mogen nemen in vak K. En dat dan de minister van Justitie wel ja antwoordt op de vraag of de daders na het uitzitten van hun straf ook daadwerkelijk moeten worden gedenaturaliseerd en uitgezet.